Mijn naam is Chris Meijers en ik werk bij ABN AMRO. En ik ben de sectorbanker retail. En hou me bezig met name om trends en ontwikkelingen in de retailsector te onderzoeken. Oké. En wat draagt uw organisatie dan vooral bij aan retail, als er innovaties zijn? Nou kijk, onze innovaties als zodanig, als zeg maar, bank in de retailsector, staan geen verhouding tot wat retailers zelf doen. Wij proberen wel met name innovaties en jonge nieuwe initiatieven te ondersteunen. We hebben onder andere een Startup Friday eens in de maand, waarop jonge bedrijven, startende bedrijven zich kunnen presenteren in het platform. Waarin wij als bank ook collega's hebben die als mentor kunnen fungeren. Om ze, zeg maar, de inzichten die wij hebben mee te kunnen geven. De initiatieven die wij kansrijk achten, en die zijn er nog steeds genoeg, en die zullen we ook financieel ondersteunen. Dat wordt case by case bekeken, maar ik wil wel benadrukken dat wij als ABN AMRO ook graag goede ideeën en ook ideeën waarvan duidelijk is dat ze een bestaansrecht hebben, ook willen ondersteunen. We zijn op dit moment in de Amsterdam Arena. Welke retailer is dan volgens u de kampioen van het moment? Nou, er zijn een aantal kampioenen, maar ik denk dat het belangrijk is om te zeggen van wanneer ben je eigenlijk een kampioen. En ik denk dat met name belangrijk is als je nu laat zien dat je meegaat in de beweging die er gaande is. En dat is met name een beweging naar wat wij noemen cross-channel retailing. Ik ben zowel in je fysieke winkel als op het internet aanwezig op een eenduidige manier. En zorg ook dat de boodschap in beide kanalen op een goede manier terugkomt. Nou, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar wat grotere spelers, dan zie je een samenwerking van Ahold en bol.com. Bol.com die puur op het internet zat. Ahold met hun hele supermarkt presence. Nou, en die gaan nu bij elkaar. Ik denk dat die in hun cross-channel gedrag laten zien waar het uiteindelijk toe gaat. Coolblue is een andere, die eerst alleen maar online waren en nu ook al een aantal jaren zogenaamde experience centers aan het openen zijn. Zijn dat de winnaars? Nou ja, dat zijn wel bedrijven die het denk ik goed oppakken. Maar ook als je kijkt naar hele jonge, nieuwe, verfrissende ideeën, zie je ook bedrijven waarvan ik nog niet kan zeggen zijn het de winnaars van overmorgen, maar ik vind wel dat ze heel erg innovatief bezig zijn. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een bedrijf als Hutspot in Amsterdam, die eigenlijk een concept, het is horeca, het is retailing, het heeft met kunst te maken, het heeft met shop-in-shop. Heel innovatief, eigenlijk heel anders dan het was, maar ook wel weer heel verfrissend. Vind ik ook een winnaar. Oké, dat is wel een interessant concept inderdaad. En dan zegt het eigenlijk al, de Nederlandse retail toekomst die gaat dan een beetje die kant uit. En speelt e-commerce en mobile dan ook een beetje een rol bij voor? Mobile retailing wordt alleen maar belangrijker. Waar je zag van nu is het kopen via het internet wordt belangrijker. Dat noemde ik met cross-channel, dan heb ik het over fysiek en online. Maar wat is dan online? En daarin zie je dat het kopen via tablet, via de smartphone, een enorme vlucht gaat krijgen. Dat is nu nog relatief in de kinderschoenen, zien we dat. Op je smartphone ga je vaak nog oriënteren, maar het echt kopen, dat is nog één stapje verder. Maar dat is, de dag van morgen kan het niet anders zijn dan dat we een groot deel ook via de smartphone zullen gaan kopen. Dus ja, wat dat betreft ook de tip aan de retailers, zorg ook dat je op die manier goed vindbaar bent en dat je je tablet of je smartphone pagina, om het zo te zeggen, ook gewoon goed navigeerbaar is. Omdat het ook het eerste contactmoment is met een consument die vaak impulsief kan kopen.